Hey, fijne mens. Welkom of welkom terug op mijn kanaal. Ik ben zelf eventjes weg geweest, even lekker op vakantie geweest in Frankrijk met de familie. Heerlijk aan mijn nieuwe boek over verborgen narcisme en codependency kunnen werken. Dus tijd heel nuttig gebruikt, heel fijn gebruikt, lekker bij kunnen tanken, de corona achter me kunnen laten of de mannengriep zoals we die noemen. Nou, ondertussen staat er een onwijs mooie vleugel achter me. Het is geen plaatje, hij is echt. Ik ga erop spelen. Als wij 3000 subs hebben, daar zijn we bijna. Dan heb ik me voorgenomen om of een hele mooie innerlijke kindmeditatie voor je te maken en te spelen. Of een mooie mantra samen met Tanja, mijn vrouw, te zingen en te spelen hierop. Of misschien wel allebei. Laat in de comments maar weten wat je zou willen. 3000 subs, dus abonneer je even op het kanaal. Like de video als je het fijne content vindt. Dan wordt het weer veel beter verspreid in YouTube. Komt het ook bij andere mensen die dit nodig hebben terecht. Laten we aan de slag gaan. Mijn naam is Lars Faber, 53 jaar, 20 jaar bewustzijnscoach. Afgelopen jaren bezig, noodgedwongen door van alles, door relaties, door ellende die ik heb meegemaakt. Het bewustzijn van vroeger thuis, gezin van herkomst. Ik ben noodgedwongen bezig met narcisme en codependency. Een heleboel ontdekkingen in gedaan. Nou, alles wat ik daarin leer wil ik met jou delen op dit kanaal. Ik doe dat niet en ik probeer dat ten overvloede te zeggen om mensen te bashen, om kampen te maken hè, met de wij zijn de codependents, we zijn de goede en die lelijke narcisten. We hebben allemaal narcistische delen, we hebben allemaal codependente delen in ons. En we hebben allemaal het zaad daarvan ons in ons onbewuste karmisch zaad, zoals de boeddhisten dat noemen. En afhankelijk van de druk van het gezin van herkomst waarin je bent opgegroeid, is dat zaad tot wasdom gekomen. Zijn dat neurale paden geworden? Laten we daar vandaag naar kijken. Het onderwerp voor vandaag is dus herstellen van narcistisch gebruik. Je zou kunnen zeggen, misbruik wil ik zeggen, sorry. Dus narcistisch misbruik, dat kan zijn een gezin van herkomst waar narcisme was. Het kan zijn een relatie waar je met een verborgen narcist of met een klassieke narcist te maken hebt gehad. En ja, daaruit herstellen is lastig. Dat is ook nu zelfs in 2022 in de nieuwe editie van de DSM. 5 vastgelegd. Het heet, hoe heet het ook alweer? Ik dacht prolonged grieving. Dat is echt nu voor het eerst erkend door psychiaters wereldwijd en door de DSM-commissie. Als een aspect van het herstellen van narcistisch misbruik. Ja, dus of je bent opgegroeid in een gezin met narcisme waar je je ongelooflijk moeilijk los van kan maken. Of je hebt te maken gehad met narcistische partners. En als je daarmee te maken hebt gehad, dan ben je gewoon een tijd lang de kluts kwijt. Het is vaak, en dat is ook een vraag van jullie, dit thema is een vraag die voortkomt uit een aantal casussen die jullie in hebben gestuurd. Blijf dat doen. Ik heb er ondertussen ook best veel. Dus ik zal even wat moeten gaan aan de bak moeten de komende tijd met jullie casussen behandelen. Dat doe ik ook met liefde. Maar uit die casussen komt steeds de vraag voort, wanneer kan ik weer gaan daten? Hoe lang duurt het om dit te verwerken? Kan ik mezelf nog terugvinden? Nou, dat zijn eigenlijk allemaal vragen die wat mij betreft te maken hebben met hetzelfde, met dat prolonged grieving. Prolonged grieving vertaalt zich het beste als verlengd rouwen. Normaal gesproken, als je een partner verliest, is dat al een ongelooflijk heftige ingreep in je leven. Hè? Dat rouwen duurt al lang. Als je te maken hebt met narcisme, dan is het A, al heel moeilijk om daaruit te komen. En B, als je er dan uit bent gekomen, dan word je iedere keer weer dat web in teruggezogen. Dat is een bekend aspect. Maar als je er dan eenmaal uit weet te bevrijden, dan duurt het lijden gewoon ongelooflijk lang. Het rouwen, het liefdesverdriet, het weer terughunkeren naar. Nou, laten we kijken vandaag naar waar dat komt. Ik heb ook niet alle antwoorden klaar. Ik fantaseer daarover. Dus neem alles wat ik zeg met een korreltje zout. De Boeddha zei niet voor niks, neem mijn leringen niet zomaar aan, maar onderzoek ze voor jezelf. Onderzoek jouw waarheid voor jezelf. Nou, dat is de uitnodiging voor dit kanaal. Dat geeft mij namelijk weer de vrijheid om gewoon voluit en vrijuit te spreken. Ja? Dus laten we kijken naar met name de haak. Daar is die. Grote haaienhaak heb ik in de haven van Scheveningen gekocht. Vroeg ze, mag ik van jullie de grootste haak hebben die je hebt? Want daar moeten we naar kijken, daar hebben we naar te kijken. We kunnen ook steeds blijven kijken, dat zal ik ook op dit kanaal doen, en naar de aspecten van narcisme en lovebombing en de rode vlaggen, noem maar op. Dus je hebt ook de volwassen geest van hier en nu, heb je op te voeden met informatie. En nogmaals,
Een aantal van jullie hebben ook comments geschreven van, ja maar Lars, dit wordt wel heel erg zwart-wit denken, iedereen is toch in wezen goed, noem maar op. Absoluut waar, maar er zijn mensen die hebben in hun opvoeding, in de jeugdopvoeding, voor narcisme moeten kiezen. Daar hebben ze niet vrijwillig voor gekozen. Dat is voer voor andere filmpjes, daar ga ik ook laten zien hoe het narcisme tot stand komt in de vroege jeugd, in de maatschappij. Ik heb me dat al voorgenomen. Is een nog ingewikkelder topic dan vandaag, dus daar ga ik eventjes nog op broeden. Ik ben erover aan het schrijven, ik ben erover aan het fantaseren, filosoferen, nadenken zelf. Maar daar ga ik zeker ook nog filmpjes over maken. Maar vandaag gaan we kijken naar het gezin van herkomst. En de rode draad die je daarin kan zien, waardoor dus deze ongelooflijk grote haak in je binnenste ontstaat, die heet onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde is in de gezinnen van herkomst waar je uitkomt. Als je te maken hebt met narcisme, en dat kan zijn of op latere leeftijd, dat je dus steeds of de klassieke grootste narcist aantrekt, of mensen met verborgen narcisme die heel zielig zijn. Als dat een rode draad is, dan is dat ontegenzeggelijk, mag ik niet zeggen van mezelf, ga niet in absolute weer termen spreken, maar dan is dat bijna altijd een teken van dat er iets niet helemaal goed gegaan is in je jeugd. En dan zeg ik het heel voorzichtig. De onvoorwaardelijke liefde die je nodig hebt om op te groeien. Hè, wat wil zeggen dat er aandacht was en liefde voor je wie je was. Maar ook voor wie je gaat worden. In alle fases van je ontwikkeling heb je daarin basisbehoeften. Ontwikkelingsbehoeften. Nou, als die gewoon normaal, zoals Winnicott dat zegt in de jaren 70 van de vorige eeuw. Als je een goed genoeg ouder had. Die emotioneel beschikbaar was en die een stuk met je meewandelde op je pad, dan groei je op tot een evenwichtige volwassene. Als dat niet zo is, krijg je verwondingen. Op de schatkaart van de ziel, die we veel gebruiken, noem ik dat. Waar zijn ze? Hier, onder de ziel. Hier zie je de ziel staan. Precies daaronder zie je de kernverwonding. Ja, kernverwonding is wat mij betreft een verwonding van liefdeloosheid. Daaronder zitten gevoelens van wanhoop, van eeuwige ellende, van pijn, van verdriet. Er zitten triggers, er zitten onverwerkt materiaal, onverwerkte pijn, er zitten ongeuite emoties. Emoties zijn de taal van het lichaam en de ziel. Je zou kunnen zeggen, zoals shamanen dat noemen, de natuurlijke ziel. De mens die je wordt, die je bent geworden, die spreekt via emoties. Dat is een taal die je gebruikte nog ver voordat je kon spreken, voordat je kon praten, voordat je überhaupt woordjes uit kon brabbelen. Dat ben je gaan leren in de loop der tijd. Maar daarvoor gebruikte je 100% de taal van emoties. Daaronder zitten weer instincten, dus je overlevingsinstincten. Het zijn er vier: vechten, vluchten, bevriezen. En de laatste is Engels, is fawning. Fawning, een fawn is een ree. Het laat zich niet goed in Nederlands vertalen, maar het is behagen, het is pleasen. Dus als je dus te maken hebt gehad, en dit is echt ongelooflijk belangrijk om dat te gaan leren beseffen, omdat je namelijk anders, alsmaar in het hier en nu, als een soort schaduwbokser in het donker bezig bent. Je loopt steeds tegen decorstukken aan en je weet niet waar die nou weer vandaan kwam. Dat komt omdat die pijn die je destijds niet hebt kunnen uiten, die behoeftes die niet vervuld zijn als kind, aan voeding, aan zorg, aan veiligheid, aan aandacht, aan liefde, aan al die dingen die je als kindje nodig hebt, dat warme bad, die warme bedding, als die behoeftes niet vervuld zijn en, daar komt ie, dus de emoties niet geuit zijn, dan raak je dus als kind vroeg in de war. Nou, we hebben allemaal behoefte aan aandacht, aan zorg, aan liefde, aan die onvoorwaardelijke liefde, die gewoon door de ogen, en door de handen en door de emotionele ontmoeting van je ouders uitstraalt. Je bent welkom zoals je bent. Je bent welkom. Je bent een fijn mensje. Natuurlijk heb je ook je minder leuke kanten. Zeker als je straks 2 wordt en je wordt zelf een klein narcistje. Hè? Dus 2 is echt een narcistische fase. Ik ben 9 en ik zeg 2, huilend en schreeuwend op de grond als ik geen ijsje krijg in de supermarkt. Alle mensen kijken. Natuurlijk heb je ook minder leuke eigenschappen. Maar als je dus een ouder hebt die onvoorwaardelijk lief heeft, ach joh, dan bedden ze dat. Dan pakken ze je even op en dan begrenzen je. Of zeggen, joh, eitje, volgende week als we bij oma zijn, dan krijg je weer een ijsje. Ja, maar dat is bij mensen die zelf in dysfunctionele gezinnen zijn opgegroeid, is dit niet gebeurd.
Daar zijn de zielsbewegingen die je hier in het midden van de schatkaart ziet. Hè? Dus die bewegingen uit de ziel, het yin en yang, het mannelijke en vrouwelijke waaruit je bent voortgekomen. Een zaadje, eitje, je bent een foetus geworden, je bent gaan groeien. Dat zijn allemaal zielsbewegingen. Nou, als die zielsbewegingen afgemaakt kunnen worden, dus middels de emoties, er zijn die emoties voor, die zijn om zielsbewegingen aan te geven, jouw diepste behoeftes, je ontwikkelingsbehoeftes, maar ook gewoon je acute behoefte om te spelen, om te ontdekken, om nieuwsgierig te zijn, om in elkaar te krimpen, om bang te zijn, om te huilen, om boos te worden. Ja, dat zijn zielsbewegingen. Als die zielsbewegingen goed begeleid worden nogmaals, dan groei je veilig gehecht op. Meestal, als je dus uit zo'n gezin komt waar narcisme was, of emotioneel onbeschikbare ouders, of ouders die psychisch ziek waren, of die helemaal gefixeerd waren op het eigen boerenbedrijf, of op de slager of de bakker, of weet ik waar je opgroeide. En er was geen emotioneel beschikbare ouders. Als je uit dit soort gezinnen komt, net als ik, dan krijg je dus codependency. Ja? En iedere codependency-rol, daarom heb ik ze ook uitgewerkt in archetypen. Die archetypes die zijn niet bedoeld om jou te bestempelen, om te zeggen, dit is wat je bent. Die zijn bedoeld om je te laten zien, dit is een onderdeel van jouw brein en van je energiepatronen die erbij horen, wat je geworden bent. Dus de meeste mensen namelijk die codependent zijn, die identificeren zich met de rol. Dus daarom is dit kanaal wat mij betreft ook belangrijk, in ieder geval als ik jullie mag geloven. Het opent je ogen, mijn eigen ogen, het is ook mijn eigen proces. Dus deze archetypes zijn een verslaglegging van wat ik in mezelf ben gaan onderzoeken. Uiteindelijk in de literatuur, en met processen, en met therapeuten, noem maar op. Het is een heel proces. Uiteindelijk ben ik daar met duizenden mensen in mogen gaan werken. De gewijde reis, een andere bedrijf. En daar komen dus die patronen uit voort. Daar komen die codependency patronen uit voort. En laten we ze gewoon één voor één bekijken. Even kijken waar we ze hebben. Allerbelangrijkste patroon wat er ontstaat als je codependent bent, is deze. Is de alcoholic. Ja, dit is een kindje wat, zoals ik net al zei, een kernverwonding heeft van liefdeloosheid. Die heeft in haar vroege jeugd, of in zijn vroege jeugd, ik heb ze nu als mannen en vrouwen laten tekenen, maar die heeft geen onvoorwaardelijke liefde gehad. En die heeft als antwoord daarop, is die gaan helpen. Is die gaan harmoniseren, gaan redden, gaan beschermen. Hij of zij heeft gezien en gevoeld op basis van het instinct. Dit zijn allemaal instinctieve bewegingen. Ik noemde dat net al. De emoties zijn de primaire bewegingen, maar daaronder zitten dus instincten. Dit kindje heeft die vierde respons moeten uitvoeren. Het fawnen, het behagen. Ja, dit kan ieder zoogdier, ik weet niet of ieder zoogdier, maar de meeste zoogdieren kunnen dit. Die kunnen, kijk maar naar hondjes. Ik heb hier zelf twee hondjes. De vleugel staat ervoor. Je kan de hondjes niet meer zien. Maar mijn eigen hondjes doen dit ook. Als ze in het bos op een grotere hond aflopen, dan zie je aan de staart al hoe ze die tegemoet treden. En als ze die dus willen fawnen, dus willen behagen, gaat het staartje kwispelen. Dan maken ze zich heel schattig, heel klein. Doe mij niks, ik ben geen vijand. Dat is fawnen. Nou, dat zijn deze kindjes. Dus die later helper, holic worden, zijn dit gaan doen. Die zijn thuis gaan zien, het gaat hier niet goed. Ik word hier heel bang, dat hoort hier ook bij. Hè? Dus bij die kernverwonding. Hier hoort doodsangst. Als je als kindje niet emotioneel tegemoet getreden wordt, niet zelf in de spotlight wordt gezet en wordt bewonderd als de meest fantastische mens die er is, maar je wordt een beetje aan je lot overgelaten en je ziet dat je pas liefde krijgt als je heel goed luistert. Deze mensen die zijn vaak heel goed aangepast. Die zijn vaak beleefd, vaak hè, niet altijd. Die zijn vaak beleefd, vaak welbespraakt. Fijne manieren van doen. Je voelt je gewoon ogenblikkelijk bij dit type mens meestal ongelooflijk fijn en gezien. Omdat ze die rol die ze hebben, de natuurlijke goedheid, dat moet ik er nog bij zeggen. Naast de rol die zij zijn gaan spelen. Maar ieder kindje heeft natuurlijke goedheid. Boeddhisten noemen dat de Boeddha-natuur. Je zou het ook wel Christus-bewustzijn kunnen noemen.
Dat ieder kindje, van Adolf Hitler tot Stalin, hebben allemaal, als ze op deze aardbodem komen, in eerste instantie natuurlijke goedheid. Nou, in een narcistisch gezin wordt die natuurlijke goedheid niet gespiegeld. Die wordt gebroken. De wil van het kindje wordt gebroken. Daar komen we straks misschien nog wel verder op. Maar op dat breken van de wil en de voorwaardelijke liefde, daar komt hij, ik noemde net al, in het opgroeien is het ongelooflijk belangrijk dat er onvoorwaardelijke liefde is. Dat er gewoon waardering is voor wie je bent en voor wie je bent gaan worden, voor wie je kunt gaan worden. Maar deze kindjes hebben dit dus niet gehad. Uit een gezin, uit een dysfunctioneel gezin, emotioneel afwezige ouders of narcistische ouders. Deze kindjes die staan op en die zeggen, ik ga dat harmoniseren. En dat doen ze al voordat ze kunnen praten. Dan zien ze al, oh, als ik nou maar leuk genoeg doe, lief genoeg doe, dan reageert papa op me. Of dan reageert mama op me. Ja? Dus dit is niet iets wat je bent gaan bedenken, want dat kon je namelijk helemaal in die tijd nog niet. Dit is een instinct. Het is een instinct om een gevaarlijke situatie naar je hand te zetten. En deze kindjes die leren als geen ander, als ik nou papa's kleine helper word, dan is hij niet zo verdrietig meer. Of als ik nou maar heel lief en heel zorgzaam ben naar mama, dan krijgt ze niet alsmaar van die verschrikkelijke woede-uitbarstingen. Ja? Dus in dit soort gezinnen zijn dat rollen. De basisbehoefte die bij dit kindje hoort onder die kernverwonding, is een hunkering naar onvoorwaardelijke liefde. Ik noem dit allemaal om te laten zien waar je haak zit. Dus ik nodig je uit, als je dat nog niet gedaan hebt, om een testje te doen. Die ga ik zoals altijd weer in de infobeschrijving onder dit filmpje linken. Dan weet je na 10 minuten ongeveer, oké, wacht even. Dit archetype is globaal zo bij mij ontwikkeld. Ik heb een helperholic. Ik heb dat fawnen, dat behagen van anderen, heb ik als mijn primaire beschermingsmechanisme. Het is een onderdeel van mijn karakter geworden. Ik gebruik tot vervelens toe, als je dit kanaal ziet, de uitdrukking the fish will be the last to discover the water. Je bent hiermee opgegroeid. Ja, dus jouw emotionele bewegingen, jouw behoeften zijn niet vervuld, maar jij bent de behoeften van anderen gaan vervullen. Nou, voor de mensen die al wat bekender zijn met narcisme, is dit een levensgrote haak naar de verbindingen later in je leven. Ja, daar is die. Want dat narcisten over het algemeen zoeken in het leven, die zoeken veiligheid door bewondering van anderen, door aanzien. Die hebben narcistische voeding nodig, en niet even, maar de hele tijd door, om hun eigen kernverwonding meer te voelen. Ja? Die kernverwonding is vaak veel verder weg dan bij de codependente archetypes. Sterker nog, die is gesplitst. Je ziet hier ook op de schatkaart, zie je al die beschermertjes. Nou, dat zijn reuzen. Voor mensen met narcisme is die schaduw waar die pijn zit van liefdeloosheid, van het geweld wat ze te verduren hebben gekregen, de verschrikkelijke emotionele manipulatie, die is vaak zo heftig geweest. Ja, deze druk die ze op zich hebben gehad, dat ze dit andere deel, dat kinddeel, compleet hebben af moeten splitsen. En dat is ook meestal niet meer bereikbaar. Ja, ik zeg meestal, want ja, de wetenschap zegt er wel vrij duidelijke dingen over, namelijk dat de meeste mensen met narcisme daar zelf niet mee zullen komen, ook niet in therapie zullen gaan, want er is niks mis met hun. Er is iets mis met de rest van de wereld. Ik probeer dit zo min mogelijk stigmatiserend te zeggen, gewoon puur op basis van wat ik weet uit de wetenschap. En ik ken wel degelijk mensen die ontdekken dat ze narcistisch zijn en daar iets mee kunnen doen. Dus over het algemeen wordt aangenomen dat het niet kan. Daarom richt ik me vooral op de mensen met codependency. Maar ik heb ook absoluut compassie voor mensen die zelf narcistisch zijn geworden. Ik heb zelf ook narcistische eigenschappen. Dat heb ik al meerdere keren in mijn filmpjes gezegd. Er is ook nog zoiets als gezond narcisme. Daar kom ik ook steeds meer achter. Wordt in de wetenschap de narcistische stijl genoemd. Als ik die niet zou hebben, zou ik deze filmpjes bijvoorbeeld ook niet kunnen maken. Wat ik ook 20 jaar lang niet heb durven doen. Maar dat is weer een ander verhaal. Je hebt iets van die wilskracht, van die overlevingskracht heb je nodig om jezelf in de wereld neer te zetten. Even kijken. Een ander aspect van codependency, hè, waar je vaak mee in de problemen komt. En wat zich dus op een gegeven moment ontwikkelt als de love addict. Dit is een aspect van vluchten.
Dus er zit een overlevingsinstinct bij dit kind, dit vlucht. Het vluchten moet je dus niet zien als wegrennen, maar als maar ergens mee bezig gaan zijn. Ja, dit zijn vaak mensen die zijn heel erg met hun uiterlijk bezig. Dat zie je ook. Tom van der Linden heeft ze prachtige tekens. Mensen die heel erg opgedirkt zijn. Het zijn vaak mensen met verfijnde smaak. Het zijn vaak mensen die sensualiteit in hun wezen hebben. Want ze hebben namelijk vroeg in hun jeugd geleerd, net als de helperholic, maar op een andere manier. Er is hier geen onvoorwaardelijke liefde. Die moet ik verdienen. Door leuk te zijn. Door papa of mama's kleine geweldige vriendje of meisje te worden. Papa's prinsesje. Dan heeft hij misschien nog even een beetje aandacht voor me. Ja. Dus ook een onvoorwaardelijke liefdesverwonding. Sorry. Het is hier in de kernverwonding zit ook diezelfde verwonding van liefdeloosheid. Van er is geen absolute fijne aandacht voor mij. Maar die zijn ze dus op een andere manier, met een andere strategie, vanuit het vluchten, zijn ze die gaan compenseren. Dat is een overlevingsstrategie. Dus dat is heel leuk, heel lief, heel mooi. Vooral mooi, hè. Dat hoort ook echt bij de liefdesverslaving, bij de love addict. Om je zo leuk en zo lief mogelijk te maken. Nou, daar zit natuurlijk alweer levensgrote haak nummer 2. Hè, want als je mijn filmpjes volgt, en je hebt bijvoorbeeld filmpjes gezien over lovebombing. Mensen op latere leeftijd met narcisme, die manipuleren. Ja, dus die krijgen in de wereld gedaan door zich beter, leuker, fijner, begaafder, empathischer, noem maar op, ik zoek nog een woord, maar denk even kwijt, competenter voor te doen dan ze zijn. De narcisten hebben een eeuwige honger naar meer. Dat zie je in de wereld overal terug, mensen aan de top. Kijk maar eventjes naar de multibillionaires. Wanneer is het genoeg? Nooit. Er zit een eeuwige honger van de geldgod Mammon achter. Hè, van een diep verlangen naar een hogere positie, naar meer aanzien. En deze mensen kunnen dus in eerste instantie, in de lovebombingsfase, in de verliefdheidsfase, je een beeld geven dat je de allerfijnste, allermooiste mens ter wereld bent. Nou, dat was ik even vergeten te vertellen net. Daar gaat dit archetype dus op aan. Waarom? Omdat jouw eigen kernverwonding hier zit. Hier zit een gapend tekort aan aandacht, aan liefde, aan onvoorwaardelijkheid, aan dat welkom, aan dat gewoon een keer niet mooi mogen zijn en nog steeds oké mogen zijn, een keer niet leuk mogen zijn en nog steeds oké zijn. Jezelf terugtrekken en in je eigen emotionele wereld gevangen zitten, wat veel kindjes in heel veel verschillende levensfasen zitten. Ik heb er zelf 2, die zijn nu in de puberteit. Die moet ik gaan ontmoeten. Die moeten niet zelf leuk gaan doen en steeds bij papa in de gratie willen komen. Nee, dat is mijn taak en die van Tanja voor ons als ouders om die kindjes te gaan ontmoeten. Ja, emotioneel, zo bedoel ik het. Love addict heeft dit niet gedaan. Dus hij of zij heeft vaak de woede verstoten. De enorme boosheid die er van binnen zit als dat je behoefte niet voorzien wordt. Ja, als die niet vervuld wordt. En de helperholic heeft dit ook. Dus beide missen contact met hun natuurlijke goedheid. Ze zijn allebei dus iets gaan doen. En dit zijn dus de meest veel voorkomende patronen. Dit zijn de 2 belangrijkste die in problemen komen met narcisme. In de vroege jeugd al en later in de relaties. Hè. Maar deze zijn allebei weggegaan bij hun kern. Weggegaan bij hun mooie natuurlijke goedheid. Bij hun ziel, bij hun onschuld, bij hun speelsheid, bij hun creativiteit. En ze zijn gedrag gaan vertonen om of waardering, hè, en gezien worden en leuk gevonden worden als love addict. Of om te gaan helpen. Nou, beide zijn dus haakjes om later in de problemen te komen met narcisme. En ik gebruik vaak het woord aangaan. Dus waar ik vanmorgen over dacht, en ik weet nog niet 100% of dat zeker is, maar ik heb het idee dat deze 2 archetypes een dopamine. Ja, dus dopamine is een neurotransmitter, hormoon, wat vrijkomt als je je doel nastreeft en najaagt en het uiteindelijk ook behaalt. Dan komt er dus een shot dopamine. Zo heeft de evolutie ons nou eenmaal uitgerust, zoals je wilt, om de belangrijke doelen in het leven, dus om te gaan eten, om te gaan jagen,
goede woning te hebben, maar vooral ook om je voor te planten. Ja? Dus om je voor te planten, krijg je een enorme shot. Dat moet je weten. Op het moment dat er een orgasme is of je vindt een partner waar je je toe aangetrokken voelt, dan word je overspoeld in je brein met dopamine. Ik vermoed dat bij deze twee archetypes, dus de dopamine receptoren in de vroege jeugd al onklaar zijn gemaakt. Hè? En bij deze is dat dus vervangen door helpen. Dus door helpen, adviseren, nodig zijn, te gaan beschermen, te gaan adviseren, te gaan harmoniseren. Ik vermoed, nogmaals, dit is een vermoeden en een fantasie van een gesjeesde schrijver. Ik vermoed dat dit archetype dus dopamine krijgt als het helpt. Ja, dus als het gaat aan, dat is het woordje wat ik vaak gebruik, maar dat ga ik vanaf nu denk ik ook koppelen aan dat dopamine gebruik. En dat dopamine behoeft in de hersens, die receptoren die gaan dus aan, die blinken dus letterlijk op en het hart gaat open als ze kunnen helpen. Dit archetype, dit gaat aan het moment dat het dus leuk gevonden wordt. Als het gewaardeerd wordt, als het mooi gevonden wordt, als het aandacht krijgt. Nou, dat is wat dus de mensen met narcisme waanzinnig goed kunnen faken. Die kunnen je in de eerste fases van een relatie lovebommen. En hier komt wat mij betreft dus de link met het thema van vandaag. Waarom is het zo moeilijk om je los te maken van narcisme? En waarom is het zo lastig om hiervan te herstellen? Omdat je die eerste paar maanden gelovebomd bent. Je bent met liefde overladen op jouw eigen kernverwonding. Hier zit dus al, in die kernverwonding, daar zitten dus al die receptoren die ja, misvormd zijn, om het maar zo te zeggen. Dus je hebt als kind geen onvoorwaardelijke liefde hebben gehad. Het is een haakje geworden, ik ga hem niet bij mijn hersens doen. Een haakje in je hersens geworden, een neuraal pad zo je wil, dat aangaat aan het moment dat het of aandacht krijgt of kan gaan helpen. Nou, dit is voer voor een traumaverbinding. Want die ander, mensen dus die de narcistische strategie hebben, die willen dat. Die willen jouw schoonheid of die willen jouw vermogen om te kunnen helpen. Ja? En zo zitten we dus met elkaar, het is echt wel de hele grote stappen snel thuis merk ik, maar zo zitten we dus met elkaar in een traumaverbonding. Traumabonding. Een traumaverbinding. Ja? Dus een narcist die heeft een tekort aan van alles en nog wat. En die moet dat dag en nacht dempen met aandacht, met diensten, met geld van de ander, met bewondering van de ander. En deze twee, die geven dat in overvloed. Zij ook, hè? Dus de love addict. Je kan iemand anders ophemelen. Want dat heeft ze geleerd. Om papa nog een goed gevoel te geven of om mama uit die ellendige depressie te halen. Heeft ze geleerd om een ander echt op een roze wolk, op een voetstuk, op een luchtkasteel te zetten. Want dan kreeg ze aandacht en liefde. Ja? En dit archetype is het gaan doen door te helpen, te beschermen, te adviseren. En dit blijf je dus tot de lengte der dagen afspelen, deze twee oude langspeelplaten. Die blijven haken omdat je dopamine nodig hebt. Ja? En hier komt wat mij betreft ook gelijk het antwoord op de vraag van waarom duurt dat prolonged grieving, dat verlengde lijden, waarom duurt het dan zo lang? Je bent niet alleen maar aan het rouwen. Yeah? Het rouw hoort bij een liefde loslaten. Je bent je dopamine toevoer kwijt. Jouw eigen vecht- en vluchtrespons, op basis waarvan je ooit hebt gezegd, ik wil die rotte gevoelens niet meer voelen, ik wil liefde, hè? Ik hunker naar voorwaardelijke liefde, want dopamine, hè? Op basis van het haakje wat je hebt, is helemaal geen onvoorwaardelijke liefde. Ook al spiegelen deze narcistische mensen je dat in het begin. Die doen net alsof het onvoorwaardelijke liefde is, maar daar gaan shotjes dopamine in je hersens af. En een beetje oxytocine als je ook nog lekker knuffelt en lekker vrijt. En dat lijkt op liefde. Dat gaat een aantal maanden, misschien zelfs een paar jaar gaat dat zo door. En dan gaat dat patroon, zoals ik al vaker heb laten zien, gaat het omdraaien. En dan ga je gedevalueerd worden, en dan ga je omlaag gehaald worden. Dan ga je al ongelooflijk bang worden en vechten of vluchten zoals je dat vroeger deed. Omdat liefdeshormoon, wat dopamine lijkt, maar niet is, om dat weer te krijgen. Ja, en dan kom je in die eeuwige loop van elkaar pijn doen, ruzies, uit elkaar, toch weer bij elkaar, want we kunnen toch niet zonder elkaar. Dat is wat mij betreft
de reden waarom je je dus zo moeilijk los kan maken van iemand met narcisme. Waarom? Deze mensen die hebben jou teruggenomen naar... daar hoorde je mijn hondje. Dat is Roemi, de Ridgeback. Ze hebben je door het lovebomben... Hey Roem, hij is uit. Ze hebben je meegenomen naar een fase die genoemd wordt de separatie individuatiefase. Jezus, wat een woord. Separatie, individuatie. Eerst was je symbiotisch met mama. Ja, in de buik, maar ook nog de eerste globaal 16 tot 18 maanden aan de borst, verzorgd. Je was één met mama en je had nog geen eigen persoonlijkheid. Ja. Aan het moment dat een kindje onvoorwaardelijke liefde krijgt van de mama, dan weet de mama op een gegeven moment, als het kindje groter wordt, als het twee wordt, dan gaat het zich afsplitsen. Dan gaat het een eigen individu worden. Een eigen individu betekent de kleinst deelbare eenheid. Je wordt een eenheid op jezelf. Je wordt een klein mensje. Narcistische ouders, maar ook ouders uit andere dysfunctionele gezinnen waar ze emotioneel afwezig waren of zelf ziek of het niet konden of zoals ik al zei, druk met werk bijvoorbeeld, die konden dit helemaal niet. Daarvoor moest je of luisteren of je moest hun droom vervullen of je moest papa of mama's kleine held of kleine adviseur of kleine prinsje of prinsesje worden. Maar onvoorwaardelijk jouzelf worden, dat lukte niet. Dus dat individueren, dat afsplitsen als persoon, is voor mensen met codependency niet goed gelukt. Ja, je hebt geleerd dat de liefde voorwaardelijk is. Dat je heel hard je best moest gaan doen en gaan helpen. Of ongelooflijk leuk en lief en bewonderend ging doen. Dan ging die dopamine die ging weer aan. Dan werd je gewoon... Voelde je je even geliefd. Je wist toen nog niet dat dat voorwaardelijk liefde is. Misschien dat het kwartje nu valt. Want voor de meeste mensen, voor wie deze patronen dus gelden, die weten dit gewoon niet. Die denken, dit is wie ik ben. Waarom overkomt mij dit ongeluk steeds? Waarom overkomt mij dit steeds in mijn leven? Carl Jung zei niet voor niks. De schaduw. Dit is de schaduw. Dit hele gebied hier. Met de emotionele pijnvelden, met het moeras van wanhoop, met de bevroren emoties en de ijzige hoogvlakte van de ziel. Dit hele schaduwgebied, zei Jung, als de schaduw niet wordt geïntegreerd, dan doemt die op in ons leven als noodlot. Dus je loopt eigenlijk met deze haak rond. Het blijft een akelig ding, maar ik weet geen betere metafoor. Als jullie een betere metafoor weten, dan schaf ik die aan. Ja? Je loopt eigenlijk met dit haakje rond. En aan de andere kant, het is wel een hele kinderachtige metafoor, maar hij werkt wel. Ja, er zijn mensen die precies het tegenovergestelde. Jij wilt geven of je wilt bewonderen. Deze mensen die zijn helemaal ingesteld op ontvangen. Daar voelen ze zich toe gerechtigd, entitled in het Engels. Daar zit een ongelofelijke kernverwonding die wil nemen, nemen, nemen. En jij of jullie of wie je ook bent, die wilt alsmaar geven, geven, geven. Ja? Daar ontstaat de traumabonding en dat maakt dat het dus zo ongelooflijk lastig wordt om je hieruit te bevrijden. Want als je hieruit bevrijdt, dan krijgen die delen te maken met hun eigen kernverwonding. Ja? Afhankelijk van welk archetype je bent. Ik zou ze eigenlijk nog veel verder uit moeten werken. Maar dan, want de victim bijvoorbeeld, die ik hier ook nog heb liggen, heeft natuurlijk weer hele andere verwondingen. Die hunkert naar veiligheid, die hunkert naar ook een plekje in de wereld krijgen. Ook dat wordt weer gespiegeld en dat geeft weer andere haakjes, maar dat is misschien voer voor een ander filmpje. Dus wil je daar meer over? Laat het me weten in de comments. Maar dit zijn in ieder geval de twee belangrijkste patronen. Dus het is alsmaar geven, leuk doen, bewonderen, die anderen op een voetstuk plaatsen, wat je als meisje al leerde om zelf een beetje met een omweggetje aandacht terug te krijgen, of het gaan helpen en adviseren. Ja. Nogmaals, wat iemand met narcisme doet, die neemt je mee naar die separatie individuatiefase. Ik ga dit oefenen, dit woord, dat beloof ik. Separatie individuatiefase. Zo rond 2 jaar oud, daar neemt deze persoon je mee terug. Hoe? Met lovebombing. Lieve woordjes, gunsten, jou bewonderen, jou op een voetstuk zetten. Precies op daar waar jij verwond bent geraakt en waar je misschien als kindje dus een heel klein beetje liefde kreeg, om hoe goed je hielp, of hoe goed je adviseerde, hoe goed je beschermde, hoe goed je
kon helpen in het huishouden, whatever, jou toen dus dat kleine beetje dopamine gaf, dan krijg je nu bommen. Daarom noemen we het ook love bombing. Je wordt getorpedeerd als het ware. Of zoals de atoombom op Hiroshima en Nagasaki. Je krijgt bommen met liefde. Deze krijgt het op haar uiterlijk. Of op zijn uiterlijk. Of op hoe bewonderend die is. Of hoe gracieus. Of hoe getalenteerd. Noem maar op. Afhankelijk van waar jouw haakjes zitten. Dat heb je dus zelf te gaan onderzoeken. Waar zitten mijn haakjes? Waar ga ik aan? Dat aangaan dat voelt zalig. Daardoor is dit zo verslavend. We noemen het niet voor niks liefdesverslaving. En hou me ten goede, hier zit ook een liefdesverslaving. Dit is mijn eigen verhaal. Ja, dus ik ben ook mama's kleine jongen geweest. Ik ben ook papa's kleine adviseur en helper geweest. Ik ben ze allemaal geweest. En als ik die rol weer eventjes mag vervullen, gaat alles aan. Maar het duurt maar heel even. Want daarna heb je dus net als iedere verslaafd, ik wou zeggen iedere junk, is niet zo aardig. Dus als iedere verslaafd heb je daarna weer je shot nodig. Daardoor komt die liefdesverslaving. Omdat je door deze mensen bent meegenomen in hypnose. Door het lovebommen, door het alsmaar herhalen, door de gedeelde fantasie. Ja? Je krijgt een fantasiebeeld van jezelf te zien en je denkt op een gegeven moment, nou, zo'n slecht mens, zo'n egoïst, zo akelig, wat je hier in de diepte over jezelf gelooft. Mensen met codependentie hebben ongetwijfeld zulke overtuigingen over zichzelf. Ik ook. Heb ik ook één voor één moeten gaan ontdekken. En tot de dag van vandaag ben ik nog steeds bezig om ze ontmantelen. Wij geloven over onszelf, namelijk doordat we die eerste fase niet goed gescheiden zijn, niet goed gespiegeld zijn door papa en mama, geloven we over onszelf dat we geen fijne mensen zijn, dat we slecht zijn. Dat we er niet toe doen, dat we de moeite niet waard zijn. Dat we egoïstisch zijn, dat we dom zijn, stom zijn. Noem het maar op. In de diepte geloven we dit over onszelf. En daardoor blijven we dit gedrag vertonen. Daardoor blijven we tot de lengte der dagen uitraken, reiken met ons haakje. Ik zou er eigenlijk nog een lampje aan moeten doen. Dan zeggen we, wie wil het? Wie wil het? Wie wil van mij ontvangen dat ik heel lief ben en heel mooi ben en dat ik jou aandacht geef om liefde terug te krijgen of dat ik je ga helpen en beschermen en redden, die vergat ik er straks nog. Ja? Dat maakt dat we zo diep verwond raken opnieuw. Want je wordt meegenomen, je wordt in deze fantasie word je door de ander bevestigd. Ja? Dus je krijgt ongelofelijke shots dopamine te verwerken en dan vaak ook nog oxytocine, vasoprocine, andere liefdeshormonen. Ik heb hem al vaker op gehad. En je gaat door een roze bril kijken. Nou, dit archetype, als je deze dus sterk vertegenwoordigd hebt, die kan, let wel, die kan het slechte in de ander niet zien. Dat zijn de comments van een aantal van jullie ook die zeggen, ja maar Lars, alle mensen zijn toch in wezen goed en waarom ben je zo stigmatiserend? Waarom naar al deze archetypes en je drukt mensen stempels op? Dat is een uiting van deze, van de helperholic. Die kan simpelweg het slechte in een ander niet zien. Tanja heeft deze ook, of had moet ik eerlijk zeggen, had deze ook sterk ontwikkeld. Kan ook nooit het slechte in een ander zien. Die ziet altijd alleen maar het goede. Hij is nu wel door schade en schande rijker geworden, zeg maar. Daar wakker aan het worden. En die kan nu ook meer zien. Hey, sommige mensen hebben goede eigenschappen. Sommige hebben slechte. Dat onderscheidingsvermogen is bij de helperholic en bij de pleaser. Ik ga hem even afdoen, ik word een beetje duizelig. Is vaak onklaargemaakt. Ja, want aan het moment dat jij niet gespiegeld bent in je eigen natuurlijke goedheid, maar ook in je eigen vermogen om grenzen aan te geven, om boos te worden. Als jouw boosheid er niet mocht zijn, is de kans vrij groot dat je dat stuk als helperholic hebt onderdrukt. Ja. En voor de love addict geldt eigenlijk precies hetzelfde. Want je kreeg aandacht als je lief en aardig was, als je leuk was, als je mama's, papa's kleine prinsesje was. Kijk nou toch hoe schattig ze doet, en ze kan al zingen. En kijk naar mijn fantastische ventje. Ja, als je dus steeds bewondering hebt gehad op die buitenkant, maar niet op je emoties en de onderliggende instincten, dan raak je dus in de war over jezelf. Je krijgt een verwarde, angstige kern die ernaar hunkert om door de ander gewaardeerd en gezien en ook wel een beetje bewonderd te worden. Ja, deze mensen met verborgen narcisme, die zijn er helemaal helden in.
Maar mensen met klassiek narcisme ook, die gaan je hier dus op. Die weten dit als geen ander. Ja? Die gaan je lovebommen. Ze hebben ontwikkeld wat je noemt koude empathie. Dus deze kinderen, die hebben, nogmaals, daar ga ik een ander keertje wel verder op in. Maar die hebben dus heel vroeg in hun leven, hebben ze waar moeten nemen in de ongelofelijke onveiligheid waar ze opgroeiden, waar vaak geweld was. Emotioneel geweld, soms fysiek, verbaal geweld. Er lag een mal voor ze klaar hoe ze moesten worden. Of ze werden compleet afgebroken, noem maar op. Dus deze mensen met het narcisme, waar ik heel veel empathie ook voor heb. Absoluut. Het is niet om ze te bashen. Die zijn meesters in het inlezen van de ander. Let wel. Inlezen van de anderen. Niet inleven. Het is wat Sam Vaknin noemt koude empathie. Dus ze kunnen scannen wat voor emoties je hebt. Ze zien niet wat de intentie is, want daarvoor moet je je kunnen inleven. Ja, achter iedere emotie en ieder instinct zit ook een intentie. Daar gaan we nou niet te veel op in. Maar deze mensen kunnen je dus inlezen. En die kunnen je door precies de boodschappen te geven op jouw verwonding meenemen naar die tweejarige fase. Je komt in wat genoemd wordt een trance of in een hypnose terecht. En je wordt gewoon weer even een ukkie. Ja, dit is ten voeten uit. Je hebt vast wel, of je hebt het zelf meegemaakt, of je hebt vrienden of familieleden om je heen die verliefd worden waar dit patroon geldt. Die zijn toch niet meer te bereiken? Nou, de ellende is dat dit drugspatroon, hè, dus dit dopamine, nogmaals, dat is mijn fantasie of mijn hypothese, hoe je het ook wil noemen, wat dus bovenop jouw haak terechtkomt. Hè? Dus jouw codependente haak, jouw verwonding, jouw gapende tekort aan onvoorwaardelijke liefde, daar komt dit terecht. En alles, maar dan ook alles, zwijmelt en zegt, dit is heerlijk, ik wil niets anders meer. Dit maakt dat mensen die vanuit dit patroon, hè, dus in de war raken, verward raken met mensen met narcisme, ook niks anders meer hoeven. Ja, vaak word je daar ook nog op gemanipuleerd. Om maar niet meer met je vrienden om te gaan. Of er worden akelige dingen over je familie gezegd of wat dan ook. Je wordt steeds verder geïsoleerd. Maar dat is ook weer een stukje hypothese van mij. Het is niet iets wat een narcist doet. Dat doe je zelf. Omdat die dopamine, die is lekkerder dan speed. Die is lekkerder dan heroïne. Die maakt dat iets in jou, dat innerlijke kindje hier, die komt tot leven. Die gaat weer terug in een regressie naar een kindstaat. Een kindje van 2, van 3, van 4, afhankelijk waar je verwond bent geraakt in die fase. Je krijgt nu positieve boodschappen op basis van de negatieve overtuigingen die het zelf heeft. Dus die innerlijke criticus, ga ik je ook nog aanwijzen hier op de kaart, die jou altijd met die akelige boodschappen van dat je stom bent en dom en wie zit er nou op jou te wachten? Jij wordt toch nooit gekozen. Die is even stil. Die wordt door de narcist overschreven. Dus de innerlijke criticus die wordt tijdelijk overschreven door de boodschappen van de narcist. Die vervangt die als het ware. Waardoor die negatieve boodschappen opgeheven worden en jouw innerlijke kindje voelt. Dit is het fijnste wat ik ooit gehad heb. Dit is als thuiskomen. Dit heeft het kind meegemaakt in de buik. Direct na de verwekking, als je een foetusje wordt, kom je in die oceanische fase en daar dobber je maanden rond. 9 maanden als het je gegund is, dan kom je in die oceanische bliss, in de oceanische fase. En daar blijf je, als je codependent bent, naar terug hunkeren. Dit is omdat je hierop geraakt bent, op deze verwonding, en vervuld bent geraakt in je volwassen leeftijd, in die ontwikkelingsbehoeften van dat 2, 3, 4-jarige kindje, dreumetje, peutertje, kleutertje, afhankelijk van wanneer je verwond raakte. Dit is waarom het zo lastig is om je los te maken uit narcisme. En dit is ook waarom het zo lastig is om überhaupt te zien of je uit een narcistisch gezin komt. He, daar moet je vaak echt 10 keer, net als in de film The Truman Show, moet je tegen decorstukken aanbotsen, scheidingen. Je hebt vaak burn-out te raken. Het klinkt akelig wat ik zeg. Ik bedoel het niet stigmatiserend, maar je hebt vaak die wake-up call te krijgen, een aantal keer,
voordat je beseft, shit, hier is iets aan de hand. Daar zijn deze filmpjes voor. Gewoon puur ontnuchterend. Dit is wat er aan de hand is. Hier zitten je haakjes. De haakjes die zijn, wat mij betreft, net zo verslaafd. Ik ben zelf drugsverslaafd geweest. Hè? Daar maak ik geen geheim van. Ik ben verslaafd geweest aan coke, aan speed, aan GHB. Ik kan je verzekeren, dat vooral deze. Deze heb ik iets minder sterk, de helperholic. Alhoewel ik die ook heb hoor. Maar vooral deze. De liefdesverslaving is minstens zo sterk als cocaïne. Waar ik verslaafd aan ben geweest. Of GHB. Daar was ik niet verslaafd aan. Maar wel speed, ecstasy, noem maar op. Die dingen die je even dat gevoel geven van thuiskomen. Van, jeetje, zie je wel. Het is er toch voor mij. Ik heb dat niet meegemaakt als kind. Lekker getroost werd en vastgehouden. Dat er affectie was. Dat ik met mijn verwondingen kon komen. En dat ik getroost werd. Ik heb het niet meegemaakt als kind. Dus als iemand die dit kan faken. Hè, dus die liefde en aandacht. En bewondering. Die ook zelf naar die tweejarige fase gaat in de liefde. Want ik doe precies hetzelfde. En jij ook als je love addict bent. Maar ook als alcoholic. Je gaat die ander ook idealiseren. Zo heet deze fase. Idealisatie. Je gaat die anderen idealiseren. Je gaat een droombeeld van jullie samen creëren. En dat is wat mij betreft dus de reden waarom we deze wond, als het over is met iemand met narcisme, zo moeilijk is om te aanvaarden. Je wordt vol met je hoofd in de koude realiteit van toen gedrukt. Dus in die regressie waar je al zit. Daar begin je uit wakker te worden. Dat voelt akelig, want je mist je shots dopamine. Dan wil je weer naar terug. En daar komen die knipperlichte relaties van, terwijl je echt in je volwassen bewustzijn allang weet, Lars, of hoe jij ook heet, dit is niet goed voor mij, ik moet hieruit. Ga je er weer uit vanuit dat volwassen cognitieve stuk, 2 maanden later hang je er weer aan. Waarom? Omdat jouw innerlijke kind hungert naar onvoorwaardelijke liefde. Moeten we daar nog verder naar kijken nu? Denk het wel. Ik denk dat ik daar in andere filmpjes ook weer verder op inga. Hoe je voor dat verwonde kindje gaat zorgen. Maar voor nu is dit dus het allerbelangrijkste om te beseffen. Ik heb een verwonding. Anders ben je net als een auto die aan alle kanten hort en stoot. En iedere keer langs de kant van de weg stil komt te staan. Zonder dat je weet wat er aan de hand is. Je kan hem naar de garage brengen en zeggen, ja, er is weer wat aan de hand. Maar hoe specifieker je kan zijn waar je eigen verwonding zit. Hoe minder groot je haak wordt, want dat heb ik al vaker gezegd, dan gaat er, hier kan je wat ik noem, een alarmbelletje bij hangen. Cognitief. Aan het moment dat je voelt, ik ga weer aan, de betovering komt er weer, de regressie komt er weer aan, ik verlies. Dan komen de innerlijke rode vlaggen. Mijn eigen belangstellingen, dus er staat er eentje achter me. Aan het moment dat ik in liefdesverslaving zit, piano spelen, dacht dat niet. Dit is toch veel fijner. Die piano die geeft ook dopamine. Maar dan moet ik wel urenlang toonladders voor studeren. Om daar goed op te kunnen spelen. Dus dat geeft eigenlijk maar belabberde hoeveelheden dopamine. Dus liefdesverslaving is wat dat betreft veel fijner. Of in mijn geval iemand anders redden. Dat geeft een bom. Een Hiroshima atoombom op je innerlijk kind. Op je oude verwondingen. Ja. En daar hoort dus ook nog bij. Het samen, dus het creëren van die gedeelde fantasie, die geeft nog meer dopamine. Dus die maakt dat je een toekomst samen ziet. Die maakt dat je misschien wel kindjes wil gaan krijgen of krijgt. Die maakt dat je een huis wil gaan kopen. Die maakt dat je samen dromen waar wil gaan maken. Dus alle dromen op basis van die regressie van jouw kindje, die worden met elkaar verweven tot één groot verhaal. Nou, ik hoop dat ik hier in al mijn fantasie en al mijn hypothese duidelijk genoeg in ben, dat maakt waarom het hier zo moeilijk uit losmaken is. Want je krijgt shadow dreams. Dus alles wat je dopamine gaf, dus wat mij betreft sterkste druk ter wereld, dat wordt in één keer bij je weggetrokken. Geen kindje meer, geen huis meer, geen bedrijf meer, geen weet ik wat jullie van plan waren samen en waar je elkaar in op een voetstuk zette en bewonderde. Ja, want dat is nogmaals, wat je ook gaat doen als je codependent bent. Dit is een spel voor twee. Dit zijn twee magneten met Noord- en Zuidpolen die precies op elkaar passen. Ik heb nu een casus van een van jullie, die ga ik ook binnenkort bespreken, waar iemand dat precies op die manier zegt. Een hele zaal vol met mensen. En ik trek de ene
narcistische, emotioneel onbeschikbaar of wat dan ook partner weer aan. Ja, dus dat zijn je eigen zoeklampjes, dat zijn je eigen verwondingen. Maar het belangrijkste is denk ik voor nu om te beseffen, deze mensen, de codependents, die hebben een verwonding rond onvoorwaardelijke liefde, die je dus kan noemen liefdeloosheid. Er was wel aandacht voor me, ja, er was kleding, er was voeding, soms mocht ik er zijn, maar meestal werd er niet naar mijn gevoelswereld gevraagd of geluisterd. Ja. Als je dat van kinds af aan hebt meegemaakt, dan groeit dat mee met de jaarringen en daardoor is dit dus zo moeilijk te zien. Je loopt een aantal keer tegen de lamp, dan ga je dit soort kanalen bekijken, je gaat informatie zoeken en stukje bij beetje vallen hier in je cognitie vallen de kwartjes. Ja. Daarmee ga je op pad. Met die kwartjes die hier vallen, dat was bij mij ook nodig. Ik kon het ook niet zien. Ik kon ook niet zien wat mijn eigen aandeel was in relaties, waardoor ik met mensen met verborgen narcisme bijvoorbeeld verstrikt raakte. Ik kon het gewoon niet zien. Ik kon het niet zien. Het was gewoon te onbekend. Het hele, er was geen bedrading voor om het te kunnen zien. Ja, dus het is mijn eigen proces wat je hier nu zo afziet spiegelen. En wat ik jou dus ook, gek genoeg, gun, dat de kwartjes mogen gaan vallen. Dat je met mede door de archetype of de schatkaart gaat zien of wat ik je erover vertel van, oké, ik neem het niet aan voor waar, hè, net als bij de Boeddha, maar ik ga het zelf onderzoeken. Hoe zat het in mijn jeugd? Als je die codependency test doet, hè, dan krijg je die archetypes al een beetje uitgelegd. Ik ben er nu een boek over aan het schrijven. Nou, dat is nog wel even wat monnikenwerk voordat dat echt klaar is. Al die informatie en andere filmpjes die je gaat zien op andere kanalen. Facebook, kan je ook lid worden van de codependency groep. Dan kun je met mensen delen. En hoe meer van dit soort verhalen je hoort, hoe meer de mist op een gegeven moment gaat optrekken. En je dus beseft, oké, dit is mijn gevangenis, dit is mijn kooi. Dit is hoe mijn kerker van de ziel eruit ziet. Als je dat gaat zien, in eerste instantie, daar is dit kanaal met name voor, dat je het gaat zien, gaat de mist optrekken en dan kan je dus zelf gaan leren zorgen voor je verwonde kind. En hoe beter je dat kan gaan doen, hoe beter je dat kindje onder je hoede kan gaan nemen en kan gaan voelen wat voor behoeftes hij of zij heeft, hoe minder je dus prooi bent, wil ik zeggen. Maar in ieder geval, slachtoffer is niet het goede woord, maar laat ik het neutraal houden. Hoe minder je aangetrokken wordt met mensen die je dus valse boodschappen geven. Dus die je waanzinnig goed kunnen lezen. En die je gaan bewonderen en gaan lovebommen. En al die boodschappen die jij over jezelf gelooft, hoe akelig jezelf vindt, die gaan ze allemaal ontmantelen. Dat hoort bij dit patroon, maar dat heb je zelf te doen. Ja? Dan gaat ook de prolonged grieving, die gaat minder lang duren. Want de prolonged grieving, prolonged, ik weet niet zo goed hoe je het vertaalt. Het is verlengd, maar er zit nog iets bij. Volgens mij zit er bij prolonged ook nog iets als herhalend. Je blijft namelijk zo lang in deze wond. Of vanuit narcistisch misbruik uit je jeugd. Of met een partner. Je blijft zo lang hangen, omdat je blijft hunkeren. Dat mis ik in het Nederlandse woord verlengd. Dus prolonged betekent verlengd, maar ook herhalend. Ja, dus net als dat je gaat stoppen met alcohol. En je zegt, ja, eentje kan nog wel. Binder dan dit om met roken. Mijn laatste pakje sigaretten vandaag. Volgende week, als het rustiger wordt, dan ga ik stoppen. Ja, dat kunnen we allemaal. Dat is eigenlijk prolonged, niet prolonged grieving, maar prolonged addiction. Ja? Dus prolonged grieving is het blijven hunkeren naar jouw onschadelijk maken van je negatieve overtuigingen, van je kernverwonding, je welkom voelen. En dat wordt weggetrokken bij je en daar blijf je naar hunkeren. Dat is waarom je hier zo'n moeilijkheid los kan maken. Dat is wat ik vandaag in ieder geval met je wilde delen, wat er vanmorgen in mijn meditatie spontaan naar boven kwam. Ik hoop dat ik het je goed heb uitgelegd. Als ik dingen verkeerd uitleg of je ziet het anders, deel het. Deel het in de comments, reageer erop met elkaar. Kijk, we komen samen tot een nieuw understanding, wou ik zeggen. Wat is het nieuwe het Nederlandse woord, tot een begrip van dit hele gecompliceerde veld van codependency en narcisme. Nou, ik help je er graag mee. Deel de video met mensen voor wie het nodig is. Like hem eventjes, abonneer. Bij 3000 ga ik een onwijs mooi stukje spelen, want ik kan echt goed spelen. 20 jaar lang gedaan.
Dat was ook een van de dingen die bij mij wegviel toen ik in de liefdesverslaving kwam. Hey, op een gegeven moment, als je hart gebroken is, is muziek maken, zingen, dansen, het is allemaal niet fijn meer. Het komt bij mij stukje bij beetje terug. Ik weet me steeds meer uit de liefdesverslaving te redden. Ik weet steeds meer dus ook het dopaminekanaal in mezelf te herstellen, waardoor mijn eigen interesses weer terugkomen. Nou, dat gun ik jou ook. Dus tot de volgende keer.